Hartelijk welkom, ook bij de Telegraaf doen we dit jaar een duit in het Wie is de Molzakje, seizoen 19 natuurlijk in Colombia. En we hebben weer een heel weekend kunnen knagen op allerlei hints en theorieën en geruchten. En elke maandag serveren we de allerbeste rustig voor je uit, zodat je alles weet. We hebben elke week topmoloot Max van de Redax. Die heeft het internet afgestruind en alle socials en heeft echt goede hints en tips, gaan we zo horen van hem. En elke week is hier Mariette Oosterwijk, maar die is wel een beetje chagrijnig, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, als je molfan bent, dan kijk je om wie eruit gaat. En dan ging dus weer voor de derde keer in dit seizoen niemand uit. We hebben voor Joker zitten kijken eigenlijk. Nou ja, dat is, heb je hem. Ja, dat is maar heel irritant. Je wil beloond worden na een uur, drie opdrachten doorkijken dat er gewoon... Ja, dat moet een beetje vaart in blijven. Behalve de kandidaten is niemand blij als er niemand uitgaat. Je wil een stapje dichterbij komen. Ja. Maar je kunt wel zeggen, we hebben die zes kandidaten weer wel iets beter kunnen leren kennen. Zes. Ja, zes toch? Nou, ik zie Merel en Jamie zie ik toch echt als één. Zaten ze weer naast elkaar in de bus. Iedereen had gewoon twee plekken per persoon. En zij zaten, waarom zaten ze naast elkaar in de bus? Ja, omdat het een Siamese tweeling is. Ja, precies. Ze vliegen er straks ook allebei uit. Tegelijk. Nee, maar goed, het is gewoon ingewikkeld. Dit programma kan beter heten Wie is niet de Mol. Dus ik blijf erbij. Je moet kijken naar karakters. Merel wil gewoon winnen. Jamie is gewoon een charmeur puur sang. Die is gewoon zo. Nou, en Nicky en Robert waren heel authentiek. Dus die zouden nooit de mol kunnen willen zijn. Mm-hmm. Evie houdt niet van jokken, dus die... Snap je? Je moet naar karakters kijken. Ja. Ik kijk niet meer wie is het wel, maar ik kijk wie is het niet. Maar als ik jou vraag, ben je eruit, dan is het niet gelukt, hè? Nog. Nee, ik vind het heel moeilijk. Oké, nou dan gaan we zo meteen naar de hints en de trucs waar we hopelijk echt wat aan hebben. Even heel snel nog de opdrachten. Er moesten jokers gevonden worden, konden gevonden worden in die steengroeven. Ja. Verschillende opdrachten, eentje maar. Ja, nou, ik wil eigenlijk niet weten waar die zit. Ja, Rick Paul, die klapt dus heel hard zo en zo. Ik dacht, Er zit... Nou, waar de zon niet schijnt, in ieder geval zat hij. Ja, en bij de wals, wou je nog even iets over Sinan kwijt? Ja, nou, die ging heel langzaam. Bleek wel een bejaarde. Ja. Dat was echt... En het gekke was, ik had een interview met hem gelezen in de NRC. Ja? En daarin promoot hij zichzelf als een hele enthousiaste, leuke, actieve veertiger. Maar ik snap eigenlijk niet, wat doet hij eigenlijk in dit programma? Het lijkt me of hij er helemaal niks aan vindt. Ja, maar dat kan ook de montage zijn, hè? Maruska uit Holland Bakt was ook niet blij. Dat kan, dat is natuurlijk, dat weet je niet. Ja. Oké. We gaan zo meteen nog meer horen, maar we gaan eerst naar Max van den Broek van de redactie. Met alle hints en tips en trucs en theorieën die rondgaan op het internet, heeft de beste voor je verzameld. Max, take it away. Dankjewel Maarten. Heb jij nou nog een hint gevonden die nog niemand anders heeft gezien? Of ben ik iets vergeten? Stuur het naar me op via Instagram of mail het naar video@telegraaf.nl. We beginnen met het geld van de enveloppen van opdracht 2. Met de toektoeks op zoek naar Rick. Iedere kandidaat kreeg daarbij 2 enveloppen met geld. En in het begin van de opdracht werd vermeld dat er 1900 euro verdiend kon worden. Dit schema laat zien hoeveel geld iedereen in zijn of haar envelop had. In de linker 2 rijtjes. Maar frappant is, alles bij elkaar opgeteld is dat maar 1200 euro. En dan is natuurlijk de grote vraag, waar is die 700 euro gebleven? Moloten op het internet zijn radeloos en de een zegt dat de mol geld uit de envelop heeft gehaald. Maar ja, er zou maar één geldbriefje in elke envelop hebben gezeten. Dus dat zou dan toch opvallen. En er is zelfs iemand die claimt dat de 1900 euro een montagefout is geweest. Maar het is in ieder geval heel erg verdacht. Dan heb ik nog enorm veel hints binnengekregen over de derde opdracht. En dan vooral over de volgorde van de groene en rode bordjes aan het touw. De volgorde zien we hier. Rood, rood, groen, rood, groen, groen, rood, groen, groen, rood. Dan de eerste hint hierover, die is gevonden door tunnelvisie. Als je alle 10e kandidaten van oud naar jong onder die bordjes plaatst, dan zie je dat de rode bordjes precies matchen met iedereen die een rood scherm heeft gekregen. Behalve bij Sarah. Dat zou dus betekenen dat Sarah deze aflevering eigenlijk een rood scherm had moeten krijgen. Wat uiteraard niet betekent dat Sarah volgende week eruit gaat. Wellicht maakt ze dan de test beter natuurlijk. Dan hint 2, dat is er eentje naar de mol. Ingestuurd door Mol is een Hol op Instagram. Dankjewel daarvoor. Daarbij kijken we even naar de leader en de volgorde erin dat de kandidaten te zien zijn. Die zien we hier in beeld. We zien dat kandidaten 2, 3, 6 en 8 een rood scherm hebben gehad. Namelijk Nicky, Robert, Evie en Evelien. En als we de bordjes van de derde opdracht gespiegeld daaronder zien, dan zien we dat iedereen 1 keer groen, 1 keer rood heeft gehad. Behalve Rick Paul, die heeft 2 keer groen. Ontzettend goed gevonden. Wellicht is Rick Paul daardoor de mol. We gaan het zien. Dan nog een overtuigende hint. Hint nummer 3. Als je de bordjes rood en groen vertaalt naar morsecode, waarbij rood staat voor een kort signaal en groen voor een lang signaal, dan krijg je dit. En dan gooi je even door de vertaalcomputer en dan staat er een man. Echt niet te missen in ieder geval. Nou, mocht je het nog allemaal niet moeilijk genoeg vinden, dan nog even deze hint uit de leader binnengekregen van Sam
van WDM-TV. Dank je wel daarvoor. Dat er in elke aflevering steeds een stukje uit de lieder verandert naar mannen die puzzelstukken slepen. Door een meer, dat wisten we al, maar dit is echt niet normaal. De beelden die steeds verdwijnen uit de lieder, die zijn beelden van opdrachten die al zijn geweest. Deze opdrachten hebben allemaal een naam. En de opdrachten die zijn verdwenen zijn de volgende. Min of meer, overbruggen, links-rechts, inzicht en sleutelhangen. En pak je daarvan de eerste letters, dan krijg je mol is. Volgende week even goed opletten welke letter er eventueel bij zou komen. Want we zouden zomaar kunnen weten wie de mol is. Al denk ik dat het team van Wie is de Mol hier vast een diepere laag in heeft gegeven dan simpele initialen. Althans, dat hoop ik natuurlijk voor ze. Nou, ik hoop het niet, want dan komen we een stukje dichterbij. Dankjewel, Max. Dat zou wel zijn, behalve natuurlijk als er een S de volgende letter is. Sarah. Sinander, dan zijn we nog niks wijzer. Maar goed, ik ben helemaal overtuigd van dat Sarah is. Na de uitleg van Max met die schermen, rood, groen, doe je groen, mee? Groen, rood, ja. En andersom en terug. En gespiegeld. Ja, precies. Dat zij er gewoon uit had gemoeten. Maar ik denk, weet je wat het gewoon is? Heel simpel, achter de schermen moest een ticket worden gekocht voor haar. En dat kon niet meer. Voor het vliegtuig? Voor het vliegtuig. En toen kwam degene die daar verantwoordelijk voor is, die kwam terug en die zei van, het kan niet pas overmorgen. Nou, laten we dat dan nog maar even een dagje. En zo hadden we nog één kandidaat extra. Ik denk dat dat de reden is. Mag ik nog één ding zeggen over Mail? Tuurlijk. Ik vind dat Mail enorm leuk uit de verf komt. En ik hoop echt dat zij binnenkort vaste tafeldame wordt aan de tafel van de Wereld Draait Door. Ze kan hartstikke goed nieuws lezen, maar er zit hartstikke veel in haar. Nog veel meer dan we nu hebben gezien. Nog een ontdekking. Ja, ik vind haar zo leuk om naar te kijken. Ja, absoluut. Hey, en de afleveringtitel? Kun je daar nog wat uithalen? Ja, ik hoop dat Rick Paul dus de joker eruit heeft gehaald. Ja. Ja, of dat touw eruit halen. Ja, ja. Of Niels Son die uithaalt als zanger. Ja, er wordt van alles wordt er gezegd. Kan allemaal. Maar Rick Paul wordt op Wikipedia trouwens de mol genoemd. Hè? Ja, maar dat kan ik ook aanpassen, zijn pagina. Hè? Dus zal ik jouw Wikipedia's aanpassen? Doe eens even lekker. Doe jij die van mij? Ja, afgesproken. Gaan wij nog even naar Max voordat we dat gaan doen. Met natuurlijk elke week de maffe, meest kansloze theorie van de week. En hij heeft ook een landelijke verdenking, Max. Nou, gelukkig heb ik nog geen Wikipedia, dus er valt nog weinig aan te passen. De statistieken. Wat opvalt is dat alle kandidaten hun test onder andere hebben ingevuld op Rick Paul. En Rick Paul wordt dan zowel in het land als op wieisdemol.com het meest verdacht. En Rick Paul heeft dan ook veruit het minste geld opgebracht in de pot. Dus het is logisch dat mensen dit denken, zou je zeggen. Nou goed, dan nog de nutteloze hint van deze week. En die komt van totaal nutteloze WDM-ins op Instagram. En hij heeft het over deze foto van Jamie met een sixpack. Sixpack is bovendien ook het programma dat van 2003 tot 2009 op SBS6 kwam. En SBS6 is tegenwoordig in handen van Talpa. En wie is de eigenaar van Talpa? De mol. Tja, dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Wat denk jij, Maarten? Nee, nu zijn we eruit. Dankjewel, Chris Segers. We gaan er een eind aan breien. Gaat het? Want je hebt net een sixpack van Jamie gezien. Ja, ik ben nog een beetje dizzy. Oké, nou maken we er gewoon een punt aan. Maar hij is van Merel, hè? Ja, dat is ook zo. Die zit eraf vastgeplakt. We gaan een Wikipedia maken voor Max. Dit was het. Onze kijk op Wie is de Mol. Heb je nou gedachten, tips, hints? Kun je ons ook mailen. Video@telegraaf.nl. Meer ook op telegraaf.nl en op verhaal.nl. En maandag zijn we er gewoon weer. En hopelijk zijn er dan wel tenminste één kandidaat uit. Ja, toch? Zeker. Tot dan.